zitten. Beste vlooien. Gouden ballen, lekker op verkoop hier. Zit hier, even kijken van mijn hoed. Ja, ja, rustig op, op wie. Ik heb de hoed in de zeving, wie. Smaaien, daar kan ik op stond. De Zelfroet, die tekst van de import in je kont gaat pompen. Die tekst van de import. Die wou ik hem even hebben. Jullie die straten op. Wanneer ik straks hier ben terug op een nieuwe caravan. Nou, kijk op. Ga wel eventjes. Ik hoor het wel. Hoi. Ik kom er even in, ik wil ik nou wel naar Bennet? Wil ik
naar thuis. Waar ik nog dan met mijn zwier naartoe zou gaan. Ja. Arjon, die zou er ook komen hier, hoor. Ja, dat was wel losgebracht, ja. Oh, en waar is hij dan? Dat ik het niet weet. Zit hij niet meer in die kerven? Nee, ik heb hem niet gezien, net. Ja. Wel een hele prachtige plek voor ons uitgezocht voor onze vakantie, hoop hè? Zullen we even komen kijken? Natuurlijk. Dit lijkt er wel op, hè? Ik ken onze voorzitter, hè. Het beste is niet goed genoeg voor zijn... Jongen. Kijk eens aan. We kunnen geniet aanschuiven, burgemeester. Maar, ja, het zal nu nog even wachten worden op moppen, kopers en witte. Ja, die hadden er eigenlijk toch al lang moeten wezen. Maar goed. Nou, neem het er vast maar even, u niet? Laten we dat maar doen. Zo. Het is een prachtweer, Jok. Het is geweldig. Ja, we spelen hier alleen mooi weer. Ja, het is, mooi weer, hè? Het is lekker genieten, jongens. We waren ook al een beetje toe op vakantie. Nou. Ik vind het wel geweldig dat de vereniging ons uitgenodigd heeft. Dat vind ik ook. Ja, geweldig. Maar dus, ik zei al, ik ken onze voorzitter Putten. Ik zei al, het beste is niet goed genoeg. Nou, het schuim ziet er goed uit. Het ziet er goed uit. Ik zou zeggen, Rula, Teun, burgemeester. Proost. Proost. Op een goede vakantie. Nou, hé. Kom, wist ik hier met een gezonde middel met die radio. We hebben toch een hele spek lopen, vergeet die. Wauw. Ze zijn een beetje zwart. Maar ik denk toch dat ik een stukje ga proberen. Dan gaan we. Ja. Je weet er niet of ik van die zwarte speklappen gegeten, zeker, hé? Denk je er zelf wat? Zo niet. Hoe is het? Voel eens aan je kleine oortje. Nee, maar wat? Geef. Ik ga dit deetje. Wat? Ja, nee, man. Ik zal even in de kamer kijken. Uit de Oosterschelde. Ja. Heerlijke kreeft, hè? Heerlijke kreeft. En nu? Zullen we nog gereedschap krijgen? Ik hoop het. Ja, ik hoop het ook. Kijk eens hier. Een receptje in het vlooienkrantje. Duwenswarma. Dan bent er niet het duven, de topduven van Sjaak Berkay, hé? Ik had zeggen gezegd dat ik je op zou leren, en dat doet hij zo in de caravan hier ook. Ja. Thomas. Kom op. Niet waar, hè? Zat die beestjes even in de caravan terug? Dan kun je even niet komen weer, dacht ja, dat zeker. Ja, dat kan ik terug. Doe er een beetje voorzichtig mee, hè? Ja. Ah, trouwens. Kom eens. Heeft ze maar gelijk hier, dan laten we ze gelijk los, joh. Dan kunnen ze weer terug naar de baas. Ja, is goed. Voorzichtig, hé. Ja, jongens, voorzichtig, hé. Hier, komen.